Roland Speckley, betrokken bij November Music, elk jaar, ook dit jaar weer. Ja. En als ik het goed heb, ben jij vooral betrokken, maar misschien is dat niet een hele goede inschatting, vooral betrokken bij, laten we maar zeggen, de elektroakoestische, de elektronische kant van wat er op November Music te beleven is. Of niet? Ja, zeker voor een gedeelte is dat waar. November Music heeft vorig jaar voor het eerst samen met Muziekcentrum Nederland een elektronische luisterkamer geïntroduceerd. Een programma dat 3 dagen duurt, waar elektronische muziek uit Nederland te horen is van merendeels jonge componisten natuurlijk. Want daar gaat November Music over, hè, de aankomende en aanstormende talenten. Maar daar zitten ook oudere componisten bij, zoals Dick Raaimakers of Jan Boermans en alles wat daartussen zit. En dat was eigenlijk vorig jaar zo ontzettend goed bevallen. En dat was eigenlijk toch wel een hele speciale ervaring geworden. Dat we toen hebben gezegd, dat gaan we het komend jaar gewoon weer doen. Natuurlijk met nieuwe componisten en nieuwe werken. En we vinden het belangrijk dat die elektronische muziek op een goede manier gepresenteerd wordt. Die daarvoor geëigend is. Elektronische muziek is heel vaak natuurlijk muziek uit speakers. Dat is... Door sommigen wordt dat als saai ervaren, maar wij hebben een prachtige ruimte. Eigenlijk is het een filmzaal, daar staan enorme luxe fauteuils, daar kan je in weghangen, wegzakken bedoel ik. En daar is het gewoon heerlijk en daar heeft een top technicus, zeg maar, geluidstechnicus, heeft daar 8 speakers neergezet. Perfect geluid en dan zit je in die hele luie stoelen en dan kan ik je zeggen, dan is het een hele bijzondere luisterervaring om naar elektronische muziek te beluisteren. Ja. Komen daar veel mensen op af ook, want dat is eigenlijk altijd een beetje een probleem natuurlijk met elektronische muziek, zoals je al zegt, het komt uit speakers, je ziet niet zoveel. Komen mensen daar toch wel echt zitten en luisteren of moet je er dan toch nog wel eens wat bij doen voor de ogen? Onze ervaring van vorig jaar was dat dit een heel goede benadering was. Een kleine ruimte met hele lekkere stoelen. En er moet gelijk bij gezegd worden, een programma dat om 1 uur 's middags ongeveer begint. Hè, en dat doorloopt tot in de avond. Dus het is niet zomaar een uurtje. Het is echt 3 dagen achter elkaar, 3 volle dagen achter elkaar. He, dus dat publiek dat verspreidt zich. En dat moet ook wel, want dat zaaltje is anders natuurlijk tot nog toe gevuld. Als iedereen tegelijkertijd zou komen. Mm-hmm. Dus wel degelijk is daar interesse voor als je de goede plek hebt gecreëerd. Ja, ja. Kan je iets vertellen over wat er te horen is? Specifiek zijn er echt wat jou betreft hoogtepunten in het programma van de dingen die te horen zullen zijn? Nou, dat is altijd moeilijk om te zeggen in een programma waar misschien 10 tot 15 componisten werk hebben. Centrale festivalcomponist dit jaar in November Music, dus niet alleen hier in Signac Sonor, is Yannis Kyriakides. En van oorsprong uit Cyprus afkomstige en in Engeland opgegroeide componist, die op een gegeven moment bij Andries is gaan studeren in het conservatorium in Den Haag. En die dit jaar de ene na de andere prijs wint met zijn werk. En dat in het verleden trouwens ook al heeft gedaan, maar dit jaar wel heel erg in de aandacht staat. hij heeft een stuk, laat hij horen, wat wel degelijk heel bijzonder is. Dat is, hij heeft namelijk een opdracht gekregen om in de Biennale van Venetië Nederland te vertegenwoordigen. Eigenlijk is dat een... doen alleen beeldende kunstenaars dat. Dus hij was eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Hij was de enige geluidskunstenaar die daar een werk heeft gemaakt. Mm-hmm. Dat werk was echt een ruimtelijk werk. En hij heeft speciaal nu voor deze Signac Sonor in November Music... heeft hij het tot een compositie gemaakt in de tijd die hij kan laten horen. En die gaat voor het eerst hier uitgevoerd worden. Ik bedoel, het doet onrecht aan alle andere componisten, maar zelf ben ik heel geïnteresseerd in Dick Raaimakers ook. Dick Raaimakers krijgt vandaag, het is woensdag 9 november, krijgt Dick Raaimakers een prijs uitgereikt. De Bos en Witteveen prijs voor techniek en kunst, als ik het even goed heb onthouden, in Enschede meen ik. En dat is een grote nationale prijs die hij krijgt voor zijn oeuvre. Dick Raaimakers is inmiddels al op leeftijd, maar hij heeft een fantastisch oeuvre gemaakt. Dat ergens tussen elektronische muziek
zelfgebouwde instrumenten tussen theater en beeldende kunst ook in zit. Eigenlijk heel erg eigen, ontzettend moeilijk om in een categorie te stoppen. Hij krijgt een prijs en misschien is het toeval, maar wel heel erg leuk dat we ook werk van hem in Cineac Sonor hebben opgenomen. En ja, er zijn er nog veel meer te noemen natuurlijk. Op het moment dat we dit live uitzenden is het 7:00 op woensdagavond. Ongeveer het openingsmoment van het festival. Hoewel er vanmiddag natuurlijk al een kindervoorstelling is geweest. En het concert van FC Jongbloed, het studentenorkest. Wat wordt er momenteel op dit moment om 7:00 geopend, Roland? Nou, dat zijn twee installaties worden er straks geopend om 7:00. De eerste is van Bram Vreven. Bram Vreven is geboren in België, maar woont al sinds jaar en dag in Den Haag. Dus wij beschouwen hem als een Nederlandse geluidskunstenaar. En als ik zeg geluidskunstenaar, dat is gelijk eigenlijk wel een interessante... Ik zou bijna zeggen verspreking. Want ik werkte met hem aan om zijn... Ja, zijn werk, hè, dat vanavond geopend wordt, eigenlijk, hoe moet ik dat zeggen, om te bespreken welk werk van hem we zouden gaan tonen en wat hij zou gaan maken. En toen zei hij, ja, ik ben eigenlijk als geluidskunstenaar begonnen. Ik heb altijd heel veel interesse in beeldkunst gehad en wat ik eigenlijk merk is dat het geluid uit mijn geluidskunst aan het verdwijnen is. Dus ik heb elementen uit... in mijn werk, die allemaal refereren naar muziek. Dus bijvoorbeeld, hij heeft nu een enorm werk, echt een heel groot werk, met allemaal pendulums, als een klok, zeg maar, als een staartklok, die heen en weer bewegen. En iedereen weet dat een klok, die pendulums, die maken geluid, tik, tak, tik, tak. Maar in het werk van Bram Vreven lijkt de beweging en de ritmiek en zeg maar waar je misschien in je gedachten of in je herinnering nog een geluid bij voor kan stellen. Het geluid in zijn werk is heel langzaam aan het verdwijnen. En dat maakt het ook, dat geeft het ook iets magisch. Een ruimte waarin beweging is, waarin muzikale elementen zouden zijn, maar de muziek zich min of meer afspeelt in je hoofd, zou je kunnen zeggen. Daar gaan wij om 7:00 naartoe en die installatie is vanaf vandaag woensdag tot en met zondag te zien in het CBK, recht tegenover de Verkadefabriek in Den Bosch. Maar ik moet er gelijk bij zeggen, ik weet de einddatum niet, maar hij is zeker nog 6 weken te zien in het CBK. Nadat we Bram Vreven zijn installatiewerk hebben geopend, gaan we door naar het Kruithuis, want daar wordt een werk van Paul Devens geopend. Zijn werk is geproduceerd door een organisatie in Maastricht, die heet Intro in Situ. En Theo van Doremalen en ik waren in, zeg ik dat nou goed, was ik nou op met Bert Palings? Nee, met Theo van Doremalen en ik zagen het in het Festival van Vlaanderen in Kortrijk, op een hele mooie locatie. Zagen wij zijn werk en wij dachten, dit zou ontzettend goed ook passen in November Music. Paul Devens is een Nederlandse geluidskunstenaar, dus we vonden het helemaal leuk dat wij een werk van een Nederlandse geluidskunstenaar in Kortrijk in België ontdekten. Ja. Het staat in het Kruithuis, ook een hele mooie locatie. En het is een werk wat als het ware een venster op de wereld biedt. Op het wereld is een beetje groot, maar op de buitenwereld biedt. En je bent dus in het Kruithuis en er gaan als het ware is er een hele lange baan zou je kunnen zeggen waarop rijdende hele kleine speakertjes staan die steeds geluidsfragmenten uit de stad, uit Den Bosch bieden die opgenomen zijn volgens mij terwijl Paul Devens op de fiets door Den Bosch ging en dus ook die beweging in zijn werk is ook daadwerkelijk de beweging die hij tijdens de fietstocht heeft gehad. Dus je zit en je hoort heel langzaam dat geluid dichterbij komen, veranderen, zich verplaatsen. Er zijn meerdere geluiden door elkaar, want we horen natuurlijk, als we buiten zijn, nooit één specifieke geluidsbron.
ik heb het nog niet goed kunnen beluisteren. Toen ik er vanmiddag even was om te kijken hoe het was, waren ze nog net even alles aan het poetsen. Mm-hmm. Zodat er strak het metaal er blinkend uitziet als de mensen langskomen. En dat werk is in ieder geval tot zondag te beluisteren en te bekijken. Het klinkt allemaal hartstikke spannend, Roland. Hey, heel erg dank voor je toelichting en heel veel plezier en succes de komende dagen. Dank je wel. Dank je wel, Aart.